Waarvoor nu pas de dwazen maken, hè, die blijven slapen. Maar de wijzen lagen ook te snurken. Ja? De wijzen lagen ook te slapen. Hè? Dus, maar we worden wakker. Zo, kijk de ogen, man. Je bent veranderd. Je ogen. Je straalt. Ja. Oh, God. Dat is mooi, hè? Dus die wijze maagden worden wakker. En dat heeft te maken. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dat wil ik wel nog zeggen. Kijk, de Bijbel is de grootste schat die we hebben. Ja? Daarnaast is de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest niet hebt, kan je de Bijbel niet begrijpen. Maar je komt ook niet tot leven. Hij is de enigste die jou... ja. Hij is de enigste die ons tot leven kan brengen, de Heilige Geest. Begrijp je? Want iemand kan 30 jaar de Bijbel lezen en niet veranderd zijn. De Heilige Geest verandert jou. Leg jij op Jezus, doe je handen zo, zus, als je wil. Amen. Wauw. Ja, halleluja. Israël, hè? Israël, dat is ook wat, of niet? Israël? Ja. Want ik zie je staan in de geest met een Israëlse jurk met de kleuren van de Israëlse vlag. Wow, Lord. Oh, ja. Jij bent een strijder voor Israël. En God is zo blij daarmee dat jij bidt voor Israël en alles met Israël doet. Ik zag je helemaal staan in het wit, smetteloos wit. Maar de kleuren waren een soort blauwe kleuren over jouw mantelpak en jurk. En het was met Israëlse kleuren. Want je bent een strijder van Israël. En je bent het fundament van Israël. Maar wow, God is goed. Wow, kijk wat God nog meer gaat zeggen. God is zo goed. Oeh, God ga je haar in de fik zetten. Oh jee. Ja, ah. Het gebeurt wel eens. Het gebeurt wel eens. Zullen mensen, we gaan hele mooie dingen meemaken. Ook hele aparte dingen. Dadelijk in een herbindingsdienst gaat er iemand naartoe komen en zeggen, ga je bevestigd worden. Zoals je haren branden van de geest van God, vuur. En er zal bepaalde manifestaties komen dat je echt zo staat, weet je, met je haren. En er komt allemaal licht en vuur uit en mensen gaan om je heen in vuur komen. Dat is echt bizar. Ja, dat is gaaf. God ga je echt zalven. Het is een diepe zalving met Israël, een diepe zalving in de profetische... Die bezalving met muziek, aanbidding. Die bezalving om mensen vrij te zetten. Apostel, profetes. Die bezalving om te leren, te onderwijzen. Die bezalving van het woord. Die bezalving. Er zijn nog twee zalvingen, drie zalvingen zijn er zelfs, die nog komen. En ze zijn al in je, maar ze zijn nooit helemaal, ze zijn latent. Latent. Latent betekent, ze zijn nog niet naar boven gekomen, maar ze zijn er wel. Ik moet ook aan financiën denken, maar het is niet dat je, dat geen zalving op hebt, maar die financiën, die gaan groter worden. En ze gaan groter worden. Financiën gaan groter worden. Ik weet niet hoe God gaat doen, dan moet je bij hem wezen, bij de Vader. Schrijf alle verantwoording en disclaimers naar de Vader. Maar dingen komen uit wat ik profiteer, dat is niet zomaar wat. Ik heb geprofiteerd over huizen, boerderijen, over geld. En het komt uit, letterlijk. Grote, soms grote bedragen. Maar ik krijg geen bedrag, maar je financiën gaat toenemen. Het is een nieuwe zalving dat God iets gaat doen. Ik zie ook een goud, soort schatkistje van hout en goud. En er zit een soort klein briefje in. En God zegt, lees dat briefje. Dat zegt hij tegen jou, maar ik zie het natuurlijk. Ja. Ja. En God zegt, heb geloof voor geld. Heb geloof voor geld. Want God wil iets met dat geld doen. Als ik geld krijg, ik ben ook iemand die geeft, weet je wel. Want je bent een geven, je wilt dingen doen. Ik geloof ook dat er een project komt waar geld voor nodig is, of het er al is. Ik weet niet of het er al is of het gaat komen, maar heb je een project? Doe je iets voor God met het project? Of, op dit moment nog niet, nee. Maar. Oké. Okay. Maar God heeft me wel financieel uit alle shit gehaald. Wow. Uit mijn verleden. Mooi. Zulke diepe schulden gehad. Dat is wat ik zag. Wat ik zag was van. De financiën is niet slecht, weet je wel. Nee. Maar, want dat is wat ik zag. Maar het gaat nog mooier worden. Want er is een begin, er is een fundament gezet. En God zegt, heb nog meer geloof voor financiën. En soms moet je dat geloof voor hebben. Want is financiën dan belangrijk? Ja, weet je hoeveel profeten, apostelen geld nodig hebben? Hoeveel jij hebt geld nodig? Maar er gaat ook nog een project komen. Ik weet niet. Ik weet niet wat het is, maar... Ik verlangen om anderen te helpen. Ja, zie je? Ja. Ja. Amen. God gaat je openbaren. Ja. God gaat je openbaren. Weet je hoeveel mensen er vandaag opstaan met christelijke gezondheid? Een vriendin van mij. En dat
financiën komen door mensen. Hoeveel mensen projecten aan het beginnen zijn. Over mij is geprofiteerd, wist ik niet. Een weeshuis en weduwe in Afrika. Ik kom Afrika in mijn hart, maar ik had dat niet in mijn hart, hè, dat ik dat zou gaan doen. Vaak zetten die plannen vrij over je dochter. Dat wat het ook is, wat ze, ook, ze doen het natuurlijk al. Maar leidt haar daarin meer? Dat ze vrouwen en mannen kan gaan helpen, of vrouwen, ik weet het ook niet. Wie bepaalt dat maar. Dat project zal komen en financiën zal komen. Dank voor het getuigenis dat ze uit diepe financiën is gekomen. En het is nou gezond, maar het is niet klaar. Want je geeft meer financiën. Meer. Want je zal uitdelen. En ik zie ook een boekrol, een witte boekrol in je hand. En dat is heel mooi met een blauwe zegel, een rode zegel. En er zal weer een dag zijn dat je naar Israël gaat, want God gaat je naar Israël zelf zenden. Als het daar rustig is. Ja, dat heb je ook tegen mij gezegd. Ja. Ja, dan ga je een keer zenden. Ben je wel eens geweest of niet? Nee, ik ben niet geweest. Ben je wel met Israël? Ja, ik heb er echt wel mee. Ja, mooi hè? Ja, ik hou van Israël. Wauw, mooi hè? Dat heb ik ook, ja. Ja, wow. Mooi hè? Ja. God ga je zenden op de juiste tijd. Ja, en God ga je echt iets geven wat heel diep is. En ik zie ook meer gaan onderwijzen vanuit het woord. Meer mensen ga je vrijzetten. En de liefde in je hart is heel groot voor mensen. En je bent ook iemand die ook wijs is. Maar ook eenvoudig, maar ook weer diep. Weet je wel? Je hebt heel veel facetten in je karakter. Diep mens, maar ook eenvoudig. Ik zie je uitdelen. Ik zie dat boekrol groter worden. En God zegt, je hebt die boekrol gegeten, net als Johannes. Het woord is in je. Het was bitter geworden vanwege de oppositie. Want de woorden zijn hemels. Dat was de profeet Johannes. Dat heb ik trouwens gedroomd toen ik 12 jaar was. Toen ik niet wist dat ik een christen was. Zelfs letterlijk met een witte wolk. Het werd bitter in mijn buik. Een witte wolk kwam binnen. En we waren niet gelovig opgevoed. Maar ook jij hebt dat. Je hebt die boekrol opgegeten. En oppositie is geweest in het verleden. Je bent ook een te goed mens. Je bent te goed. En God zegt waak over je hart. Niet te goed meer zijn. Want in het verleden is dat natuurlijk ook misbruik geweest van jouw goedheid. Maar nu zal de aarde niet meer kunnen tegenspreken. Want ik heb je gesield in mijn glorie. Gesield in mijn heilige geest. En ik heb jou iets gegeven wat uniek is, wat voorbereid is vanuit de hemel. Dus niemand kan het ombrengen. Maar ik zie dat je dingen uitdeelt. Het woord van God en financiën tegelijkertijd. Dus geestelijk brood en aards brood ga je uitdelen. Laten we bidden voor de Heilige Geest. Bid even mee. Vader, we bidden over haar. De Heilige Geest uit. We bidden zalving uit. Zalving. En je zal die jaren van verdriet niet meer terug herkennen. En je hebt al heel veel verwerkt en je bent al helemaal in de glorie. Maar toch zal God de laatste dingen afmaken. En je zal je niet meer terug in het vuur van de Heilige Geest komen over haar. Vader, fire of the Holy Ghost. Shikaina, tanano, sanana, dandandiyan, dombrinen, papantana, maupana, tanda, andien, dodri, nienda, nien, godri, nienda, heliawari, en nobe, haaien, zegt God. Ja, net als Johannes, weet je wel. Hoger. Haaien, kom hoger op, zegt God. Kom hoger op. Ik ga je nog meer openbaren. Nog meer glory, nog meer fire. Woe! En er komen een paar engelen met shofars naar. More. Fire, more glory. Fire. The wind of the Holy Ghost, wind. Refreshing winds. En dan gaat hij even zo. Halleluja. Mooi. Van zeg, wees niet beschaamd. Want laat dat stukje nog los. Want je bent mijn machtige vrouw. En ik ga veel mensen voor je vrijzetten. En doe wat ik je zeg, zeg God. Want ik geef je ook soms opdrachten en orders van mijn hart. Omdat je een profetesse bent. En breng het woord onbevreesd, onbeschaamd naar mijn volk. En de Heer zegen je en vult jij. En we gaan nog één keer bidden. Vader, vul uit. Meer. Dieper. Holy Ghost. Fire. Dieper. In de buik. Kom even, zus. Leg handen op de buik. Als de man mag dat, ja. Oeh, mooi. De tijd van diepe ellende is al voorbij, maar nu komt de diepe glorie die je optilt naar hoogte, zodat je nooit van kunt drukken. Als een adelaar zal je stijgen in mijn glorie. Diepe rivers, I set it free in your belly, out of your belly.
out of your belly shall flow rivers of life. Of life. En je zal leven uitdelen. En overvloed zet ik over jou vrij. Ook financieel, maar vooral geestelijk. Maar ook financieel. Mooi, mooi. Sana, Sidia. En de vloeken die zijn gesproken. Ik moet ook aan je vaders kant denken. Ik verbreek het over je leven. Bind het in Jezus' naam. Verbreek het over je leven. Bind het. Los nu. Go. Bind you. Bind you. Los. En het vuur van de Heilige Geest komt erover. Engelen komen naast jou. En engelen komen om hun en om mij en hier allemaal. En God zegt, verbreek het nu in Jezus' naam. Het bloed van Jezus. Hij was jou schoon. Hij was jou schoon. Hij was jou schoon. Halleluja. Hij was jou schoon. Halleluja. Oh, Lord, 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 Jesus. Saragana, Shikiria, ook jij hebt een hele hoge plaats in God. Je hebt vlammend liefde. Mooi. Love, love. Love and power. Mooi, 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 mooi. More Jesus. More love. More power. Ja, zing het ook niet. More of you in my life. More love, more kracht, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my might. I will worship you with all of my strength, for you are my God. You are my God. Jouw Vader heeft zich behaagd om jou groter te maken dan je ooit kan dromen of bedenken. Jouw Vader heeft behaagd jou te creëren. Jou en onze Vader heeft zich behaagd in jouw leven. En ik zet jou vrij met zijn liefde. Met zijn liefde. Want je verdient het, zegt God. Je hart is goud. En door het bloed van Jezus heeft hij dat mogelijk gemaakt voor ons allemaal. Bless you forever. Amen.